Hoe herken je gedachten aan zelfdoding? In deze video bespreken we de volgende onderwerpen. Signalen. Wat betekenen deze signalen? Jouw rol als naaste. Sommige mensen praten of denken vaak over de dood. Andere mensen doen dat nooit. Iedereen gaat anders om met gedachten aan zelfdoding. Je kunt niet altijd zien of jouw naaste aan zelfdoding denkt. Maar. Er zijn wel dingen waar je op kunt letten. Je naaste zegt bijvoorbeeld het leven is niet meer de moeite waard. Of je naaste gedraagt zich anders. Misschien herken je de volgende dingen. Je naaste gebruikt meer alcohol of drugs dan normaal. Je naaste heeft geen zin meer in de toekomst. Je naaste bezoekt mensen en geeft spullen weg. Je naaste is heel blij terwijl hij of zij eerst somber was. Je naaste neemt afscheid. Dit kan wijzen op gedachten aan zelfdoding, maar het hoeft niet. Wat betekenen deze signalen? Denkt jouw naaste aan zelfdoding of praat hij of zij erover? Dat betekent niet dat je naaste het ook zal doen, maar het betekent ook niet dat je naaste het niet zal doen. De kans op zelfdoding is groter bij mensen die al mentale klachten hebben. Neem de dingen die je ziet serieus. Jouw rol als naaste. Iemand die niet meer wil leven, kun je niet tegenhouden. Je kunt proberen het te voorkomen, maar uiteindelijk beslist jouw naaste of hij of zij tot zelfdoding overgaat. Het is nooit jouw schuld. Kijk voor meer informatie op www.y.org of op www.113.nl.